Ik ben Danny Vroef, ik ben marketingmanager bij de Rolfgroep. De Rolfgroep is totaalleverancier voor kinderopvang en basisonderwijs. Wij leveren eigenlijk van alles voor die twee gebieden. Van meubilair tot complete ICT-inrichting, touchscreens, van alles nog wat trainingen, opleidingen van personeel. Dus eigenlijk leveren wij alles voor die twee sectoren. Mijn afdeling is uiteraard de marketingafdeling en wij ondersteunen onze verschillende business units. Wij zijn georganiseerd in business units, wij ondersteunen de business units op het gebied van marketing. Dat wil zeggen dat wij meehelpen met de producten, om die goed in de markt te zetten. En eigenlijk ook een groot gedeelte van de communicatie richting de klant, om die zo relevant mogelijk te maken. Vanaf 1 januari hadden wij 3 medewerkers minder op de afdeling. Nou, dat betekent dus dat je moet gaan werven en dat je op korte termijn wel je capaciteit moet hebben. En dat zorgde voor een uitdaging. Gelukkig konden we gebruik maken van een happy talent. In dit geval Judith. En daarmee zijn we echt in het begin al heel goed gered. Enerzijds omdat we gewoon heel snel direct aan de slag konden. Anderzijds om ook de methodiek te proberen van een interim oplossing in plaats van een vaste medewerker. Om daarmee ook een stukje schaalbaarheid te kunnen creëren. Op het moment dat wij pieken hebben qua werkzaamheden, kunnen we ook opschalen. Hebben we wat dalen, kunnen we wat downgraden. Dat is wel een goed voordeel waarom we daarvoor hebben gekozen om dat ook uit te testen. Ja, we hadden op dat moment hadden we het ook gewoon nodig. Ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. Als je 9 maanden hier actief bent, dan heb je behoorlijk wat opgepakt. Ze heeft vooral ondersteund bij een leerportaal van ons, Classmaster. Classmaster is een digitaal leerplatform voor professionals in het basisonderwijs. En daar heeft ze heel erg geholpen om met name de communicatie, de marketingzaken daaromheen neer te zetten. Dus welke kanalen zet je in? En niet zozeer op online marketinggebied, dat was ook misschien wel het leuke voor haar. Maar ze heeft ook bijgedragen aan het ontwikkelen van bijvoorbeeld een brochure. Een magazine, flyers. Dus het was wat dat betreft iets breder als online marketing. Maar daar zie je dus ook die flexibiliteit van haar kennis en kunde. Daarnaast heeft ze ook verschillende campagnes gemaakt voor andere productgroepen, andere trainingen. En ze heeft heel erg geholpen bij onze inspiratiewebsite die we aan het verbeteren zijn. Ik heb daarvoor al gesprekken gehad met Robert. Kijk, je weet natuurlijk dat mensen gaan stoppen. Dat weet je 2 maanden van tevoren in verband met opzichttermijn. Je weet dat probleem, die uitdaging eraan komt. En je weet ook dat je niet zo snel medewerkers kunt vinden. Dus toen heb ik daarvoor al met Robert contact gehad over de situatie. En hij gaf aan van, nou ja, dit zouden wij kunnen betekenen als happy talent zijnde. Nou, daar hebben we over gesproken. We hebben het helemaal doorgerekend. En toen zijn we gewoon gestart. Ja, ik zal zeker een happy talent aanraden voor bedrijven. Ik denk dat het goed is dat je op het moment dat je een personeelsuitdaging hebt op het gebied van online marketing, content marketing, kijk even of het past binnen de organisatie. Maak een goede berekening. En als dat past, dan zou ik het zeker aanbevelen. Het kennisniveau is hoog, de flexibiliteit is prettig. En er wordt gewoon meegedacht in wat jouw organisatie nodig heeft op het gebied van extra capaciteit.